Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op donderdag 29 maart. Er zijn wolkenvelden boven Nederland, maar het is wel op de meeste plaatsen droog en geleidelijk aan gaat ook de zon doorbreken. De temperatuur ligt vanochtend zo rond de 4 à 5 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Later vanochtend, maar vooral vanmiddag, kunnen er landinwaarts een aantal buien ontstaan. En het is niet helemaal uitgesloten dat er ook onweer bij zit of hagel. De temperatuur is dan inmiddels opgelopen naar zo'n 8 tot 10 graden. Vanavond gaat het vanuit het zuidwesten op meer plaatsen regenen. Het neerslaggebied trekt van zuidwest naar noordoost over het land en verlaat het land vannacht. De temperatuur ligt vanavond zo rond de 7 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met temperaturen in de middag tussen de 10 en de 13 graden. De hoogste temperaturen in Limburg. Aan het eind van de middag en ook in de avond gaat het regenen. En ochtends kan er een enkele bui in het noorden vallen. Het paasweekeinde verloopt wisselvallig en is ook aan de frisse kant. Zaterdag kan het nog wel 10 of 11 graden worden, maar zondag en maandag blijft het kwik steken tussen de 6 en de 9 graden. Snachts kan het zelfs een graadje vriezen. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne dag.